Hallo, Wackdus Games. Mijn naam is Kutter en weer een nieuwe video, een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Valhalla. Dit is aflevering 6 of 7, kan ook. Hoe dan ook, vraag je waarschijnlijk af waarom dat ik in mijn haar bovenleef zit en dat ik tattoos heb, mijn haarkleur is veranderd en dat ik een hamer heb. Dus ik ga even stonden wat ik heb gedaan. Wat we dus moesten doen is eigenlijk praten met Sigurd. Dat is dus de missie die we in de vorige aflevering moesten doen op het laatste. Dat heb ik dus niet gedaan nog. Dit zijn allemaal hoofdquests, denk ik, dus daarom heb ik ze nog niet gedaan. Maar ondertussen heb ik wel de settlement helemaal geüpgrade, of toch heel erg veel geüpgrade. Ik heb wat nieuwe skills unlocked. Ik heb ook een nieuwe ability, de Dive of the Valkyries. Ik heb dit ook gekregen, ik weet niet zeker of ik dat al had in de vorige aflevering. En bij inventory heb ik even een paar wapens gaan zoeken. Dus sommigen gaan het misschien nog herinneren. In een van de eerste afleveringen in Noorwegen al, dat er een gouden panzer op de map stond. En dat zijn dus om wapens te krijgen. Dat wist ik dus niet. Dus ik heb even teruggegaan. Een paar standaard wapens gaan aan. Een van mijn lievelings. Het is wel een beetje een trage start, maar het is een chill wapen. Dus fucking nice. Oké. We gaan hier denk ik de hamer doen. Wat weet je wat we aan het laten zijn? Ik heb trouwens ook een coole upgrade gedaan. Dat we eigenlijk kunnen switchen van wapens. Dus ik ga dit doen. Dit is een heel sterk wapen. Maar we kunnen ook dit doen. Dus dat is chill. En ik heb ook gevonden dat we op L1 nog een extra aanval hebben. Dat ik nog niks van wist. En met de hakbel en hamer is dit dus fucking speed attack of zoiets. Ik ga nu even stonden wat we hebben gedaan met de. Waarom kan ik mijn regen doen? Oké, ik heb dus redelijk wat gedaan. Dus de laatste aflevering hebben we gezien, of twee afleveringen ervoor, dat we om ons settlement eigenlijk te upgraden, om Ravensdorp te upgraden, moeten we rage doen. En we hadden dus redelijk wat. Het zijn er nog twee over dat ik nog niet heb gedaan. Ik heb er superveel gedaan, superveel. Fucking chill. Ze waren wel wat moeilijk, sommige, omdat ik nog natuurlijk niet genoeg power had. En voor een of andere reden kan ik niet mijn. Oh, Valkyrie. Shit, ja. Oké, het ding is dus. Ik had een missie gestart per ongeluk, omdat ik dacht dat. Ik weet niet of Alsan die wat de hoofdmissie is of niet. Maar. Zo ja, dan ben ik hem al begonnen. Dus we gaan daar aan voordoen. Dus Valka is toegekomen. Van de settlements, jullie kennen daar waarschijnlijk nog. Hoe dan ook, ik heb dus de blacksmith allemaal. Ik heb dan de trading post gemaakt. Die staat daar allemaal. Waar dan dus eigenlijk gewoon voor geld dingen kunnen upgraden of verkopen of een nieuwe ding kopen, zoals de wapens ook soms. Hier dat is de vissingsschip, daar moeten we vissen inleven om ruins te krijgen, wat dan ook super chill is. Dan heb ik daar nog de brewery gemaakt voor drinken, maar helaas kunnen we geen drinken, games doen of nog niet alleszins. Deze boom kunnen we aanpassen, we kunnen nog andere decoratie aanpassen. Dit wordt een hunting cabin denk ik, maar dat heb ik nog niet gemaakt. Daarvan binnen gaan we straks even met Sigurd gaan spelen, maar eerst gaan we de missie van Valka doen. En dus als ik aan deze bel hang, dan gaat er dus een heel vies begin en gaan ze helden dus ook op en gaat er iets gebeuren ofzo, ik weet nog niet precies wat. Dit is een tattoo shop. Ik heb mijn tattoos van mijn arm al gedaan, mijn buik en zo. Wat dat er nu op mijn borst en mijn buik staat. Dat is van Ubisoft dat ik heb gekregen. Mijn haar heb ik zwart gedaan ook, gewoon een ander baardje. Eerst had ik een kaal hoofd, was ook chill. En dan ook, zo zie ik er nu uit. Ik heb de dingen gehaaid, de zwempanzer nog aan, mag ik dat gewoon niet zien. Dus dat is chill. En ik heb dus een Assassin's Creed Bureau gemaakt, waar dat we dus verschillende missies gaan kunnen doen. En hier staan we natuurlijk weer zo'n potten dat we kunnen gebruiken, dus dat is super chill. Ik ging het eerst in de livestream doen, dat heb ik het niet gedaan. En, want het is een gigantische game en ik ben dus niet van plan om alles te doen in de Let's Play opname. Dus ik ga livestreams doen ook, maar ik ga ook heel veel alleen spelen. En ik weet niet zeker of dat alles een hoofdquest is, misschien moet ik dat ondervinden. Wat hoofdquests ga ik dus wel allemaal in de Let's Play zelf doen. We gaan even kijken of dat er nieuwe updates zijn trouwens. Een bepaald ding, dus dit heb je nodig ervoor. Ik heb er een paar gekregen. Oké, we gaan wel. Very good work, I must say.
Ja man, sowieso. I will see you later, friend. Oké. Okay. Be well, my friend. En de barak zagen jullie natuurlijk, hè. Al dat is hier waar dat we onze Jones Viking hebben gemaakt en ook hebben gebruikt. Daar is Falca dus. We gaan even gaan kijken wat ze willen. Oké, dus ik heb trouwens ook nog goed nieuws. PlayStation 5 komt natuurlijk. Oh, ze zit braak, ik ga even zorgen. Maar. Misschien kun je het hier zelf op zien, ik heb geen idee. Maar ik heb ondertussen dus heel hier in East Anglia ook ding gedaan. En de monsters zijn dus voor zo'n speciale supplies voor ons kamp te upgraden. En je hebt ook nog die oude achter dingen. Maar ik heb het opgezocht op YouTube waar dat ze waren, die dat we hebben gemist. En zo heb ik een paar wapens kunnen vinden. Ook een paar tweehandswapens dat ik niet zo leuk vind. En ja, we gaan wel zien waar dat we zitten in de story. Op dit moment hebben we power level 21 of zo. 23, oké, okay, 23 is goed. 23 is goed. We kunnen dus ding upgraden. Dus dat gaan we even doen. Dus zo zien we er trouwens uit met. Oh fuck, wat? Huh? Oh, okay, ik dacht al, what the fuck. Oké, dus zo zien we er natuurlijk uit met onze gear aan, maar ik vond het mooier met de zonder eigenlijk. Oké, dit is een glitch waarschijnlijk. Maar als die veranderde tracks, gisteren toch wel. Gaan ze wel aanpassen, maar dus dit ziet er ook gewoon chill uit, dus dat gaan we ook misschien gaan doen. Maar op dit moment vind ik het gewoon chiller om het gewoon zo te doen. En ook mijn dingen trouwens. Maar wat ik dus ging zeggen, is PlayStation 5 komt dus om 19 november uit, dus dat is volgende week. Goed nieuws, mijn moeder heeft dus corona, maar hoe dan ook, we zitten dus in quarantaine. En dus ben ik thuis tot de 24e, dus ga ik sowieso PlayStation 5 direct hebben. Direct als ik kunnen uitvinden, staan er direct ook video's van Spider-Man. Wat dan nu al uit is dus, maar ik ga het op de PlayStation 5 pas spelen. Dus dat wordt chill. Ik heb het ook al verwijderd van mijn homescreen, zodat ik niet verleend ben om het op te starten. Maar hoe dan ook, we gaan beginnen met de story. Het gaat fucking chill worden en ik verlang echt gewoon om verder te kijken wat er is gebeurd. Het heeft alles in mij nodig gehad. Oké, want dat was dus de hoofdmissie. Dit is van Assassin's Creed Bureau dat ik heb gekregen van wat ik heb gemaakt. En dit is omdat we al zo ver zijn in de settlement nu. Dus oké, we gaan direct. Oké, wat was aan het zeggen? And the water and the rolling hill. But I could not foresee so much green. De cutscenes zijn niet, dus niet meer, maar ik denk niet echt dat de hoofdmissie is, dus het maakt niet uit. Maar alsnog dacht ik dat ik het half is gehaald. Nee. Het is super chill. Ik probeer er zo weinig mogelijk op te spelen op te gaan, maar het is zo'n chille game. En ik kon gewoon even nog een beetje story doen. We zitten nog maar op het begin van de story. En ja, en ik ben wel van plan, kijk die water wel eens overal waar er zo'n speciale draak achter staat in staat kunnen. What brings you? Hope there isn't a curse on the settlement or some such. The only curse on this place is their great lout of a blacksmith. It is a rare feeling to travel across the sea and still find oneself at home. This place feels powerful, alive. No need for foresight. I feel it in my heart. We zitten dus bij de siersplaats. En nu kunnen we dus ook. Ik weet niet. Oh fuck. Oops. Ik weet niet of dat nu. Nog niet waarschijnlijk. Hoe dan ook. We kunnen nu nieuw ding. Hoe meer dat we dus upgraden, hoe meer dingen dat er beschikbaar komen. Dus de huizen dat je zag, dat kunnen we nu nog niet maken. Wat eentje nu wel. Maar dat kun je dus pas als je het beter en beter maakt zetten. Met wat ik het super leuk vind te doen. Dit is een glitch als ze de vorige keer ook had. Dat ze hier blijft stilstaan. Dus dat sukt. Zwaar. Shit. Ja, het is hetzelfde. Vorige keer deed ze dat ook. Dan dacht ik van ja, ik ga misschien gewoon beter stoppen. En het dan opnemen. Maar we gaan gewoon met Sigurd gaan spelen anders. Als dat lukt. Hopelijk kunnen we het starten. Maar anders gaan we fuck. Dan gaan ze zien dat ze hier staat. Oké. Okay. Wat ik dus heel chill vind is dat we ook iedere keer gaan kunnen zitten. En we kunnen veel meer interacten. Ik ben ook wat beter in de combat, dus dat is ook chill. Dus, we kunnen hier van drinken normaal gezien. Nou, even, oh, op een brood, dat is ook chill. Dus dat vind ik echt een hele mooie aanpassing. Dat ze, nou, kunnen we op de troon zeggen, alsjeblieft dat we op de troon kunnen zetten. Nee, oké.
Bobcat. Maar misschien later, als we wel gaan zien het verhaal zijn dus hier. Zijn valken zijn. What will you keep in this room? My finest weapon. For this room is yours. Oh, serieus? Here you may lay your head, hang your axe, or be alone with your thoughts. Do you like it? It suits me well. But I would be just as happy lodging with the raiders on that wharf. I need no special treatment. This is not special treatment. I want you here in the Longhouse, close at hand. I may be the Jarl of this clan, but you and I lead together, as ever. So get acquainted with your room, and when you're ready, meet me at the stables. Oké, dus zat hier even een hele tijd, komt net iemand in mijn kamer, maar hoe dan ook. Dit gaan we straks doen. Fucking chill, dus dit is onze kamer. We gaan hier gewoon mogen leven, bare chill. Maar ja, ik ben dus direct terug nadat ik heb gegeven. Oké. Dus we gaan even gaan kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Hè. Ik zie dat we alles moeten doen, denk ik, omdat het een deel is van een klein quest. Consult Raventorp status. Dan gaan we wel budget dan even ervoor. Shit, schrift kan ik krijgen. Oké. Dat gaat straks zijn. Een letterbox. Voor messages en requests. Many I've slept in, and a good place to recover. Not much, but it is mine. Wat vind je? Ik vind het kut dat we dingen die missie niet kunnen verder doen. Shit. Ik denk dat we het weer kunnen selecteren of zo misschien. Een wise friend. Ik denk dat we weer naar elkaar gaan. Ik moet dat weer aan het draaien, zie ik. Ik weet niet of dat gaat werken. Ik weet niet wat we anders moeten doen. Ooit gaan we die missie moeten doen. Hè? Misschien is het een bug dat ze gaan fixen in een paar dagen. Hopelijk. Ik heb er eens ook gevonden dat ik kan spreiden. Ik weet niet of ik dat wel gezet heb. Oké. Bij chill wel. Ik vind het een beetje jammer dat de maze, ik weet niet precies wat niet, maar dat ding met die ketting aan zo laag gaan als voet nog aan. Kunnen. Yo, Valka. Bitch. Oké, we moeten even. Moet ik iets vinden om haar. Ah shit, ja, wat gaan we doen? Het gaat zwaar niet werken. Oké, we gaan gewoon met Sigurd gaan. Praat. Misschien gaat er nog een update zijn of zo. Count on it, my friend. The path ahead is bright. With glory at its end. Farewell, Eivor. But why now? Okay. What was that about? Is Basim leaving us already? Sigurd means to leave as well. Is that true? We know the sons of Ragnar have camped in the north. It would do us well to pay them a visit, to strengthen our ties to this land. Is that where Basim has gone? Basim's motives are his own. Leave it at that. We have more pressing plans. I am riding to Leicestershire, to a town called Repton. Eivor, I expect you to join me when you have finished here. I can come now. I only need a horse. Not yet. First speak with Randvi. She has more than one task for you here. Apart from growing this settlement,
You must seek out alliances as well. We cannot pacify England with so few friends. Okay. Then I must join you, Sigurd, for I am a fitter companion on long roads. No, Dak. You belong here with the raiders, and you will act as Eivor commands. Roep jij Hilsen of wat? Right in safety. Ja, waarom roep je Hilsen? I will follow as soon as I can. Yes, and I will keep our raiders sharp. Ik ga Thomas even denken, maar. Thomas Eivor commands. Is he testing me? He may be. Sigurd is a wise man. I would sooner take orders from a louse. Oké. Okay. Nu gaan we dus dat gaan doen. Ik weet niet wat we hier mee moeten doen. Maar we moeten naar. Eerst gaan we nog een keer naar de Valken. Nog iets kan doen, waarschijnlijk niet. Maar. Daarvoor heb ik al een keer vermoord. Kijken wat ik iets kon doen. Maar wat dat dit is dat letter of zo? Hè? Een alliance map, oké, daar gaan we een keer selecteren. Oké, reset hem in level 4. Oké, nu zijn we level 3, denk ik. De alliance map. Speak to Randy, oké. Maar we gaan eerst even kijken naar de letter, denk ik wel. Wat chillt al een camera? Ah, a new letter. Oké. Dorvid Snows. Bjorn de Bezurker. Glimstal Legend, Bjorn. De Bezurker. Dat ik niet, like, dus een van de zonden van de Ragnar noemt ook Bjorn. Maar hem is Bjorn, wat was er? Bjorn Ironside noemt hij, dus niet de Bezurker. Dus. Ik weet niet, tenzij dat hij wel zo'n... Bjorn Bloodtooth. The circus make fierce foes, powerful allies. His strength would bolster our settlement. I should seek him out. Oké, dat gaan we zo doen, maar god, natuurlijk zit hier rijk. Oké, dus dit is wat je aan beide quest is. Dus we gaan gewoon wat met de Valkas quest doen dan, denk ik. Dus dit vind ik wel chill, we gaan hier heel veel afleveringen kunnen maken. Ik ga proberen meer te uploaden. Het kan misschien wel wat minder kwaliteit zijn, denk ik. Ik weet niet of dat geluid goed is, ik heb het getest, maar soms zit daar een probleem mee, maar we gaan het zien, Ik ben ook wel gaan praten met haar, ik weet niet wat de fuck dat moet doen. Speak toch? Stijn en speak. Zit nu wel redelijk wat bugs in, hè? Ik kan er niet mee praten, oké. We gaan even in. Oké, als we dit doen. We gaan kijken waar dat is ongeveer dan naartoe gaan. Ah, hier. Weet je wat, we gaan daar vastgraven. Ik heb in geval een uitkijkpunt. Dat zat daar trouwens een non. Het is daar een schip. Of een soort wrakachtige kerk. Ik denk dat het kerk was, maar het stond daar dus een non die bij veel mensen had vermoord. Omdat God dat zei dat ze dat moest doen. En dat was ons vermoorden. We hebben daar natuurlijk gekild, maar het was een sterrenman van jou. Increase your renown. Ik weet niet wat dat renown betekent. Dus hoe hoger ons level is, wel, hoe meer dat we gaan kunnen doen, denk ik. Of renown. Hoe meer de mensen ons gaan kennen. Maar alliances, dat is dus een ding dat ik ook hoorde voordat we de game wat speelt. We gaan dus zelf alliances moeten maken. Of kiezen. Ik weet niet of dat we ze kunnen kiezen, maar hoe dan ook. Het zijn dus vier kingdoms, dus waarschijnlijk een paar of zo. Ja, vrienden moeten maken zodat je. Sigurd net zei om waarschijnlijk te rijden of ons te helpen met een grote leger of zo. Maar kijk, Bjorn de Bezurker is blijkbaar fucking sterk. Ik denk niet dat er zo van Ragnar is, want die zou niet zomaar lekker kleren zetten met Join, denk ik. Dus. Maar het is blijkbaar een
sterke guy bedoel, die noemt de Berserker. Ik heb trouwens ook, omdat ik dat puur de Way of the Berserker, de quest, maar blijkbaar kun je het alleen spelen nadat het is uitspeeld, dus we gaan het zien. Maar dat zal sowieso op PlayStation 5 zijn. Ik ga proberen zo weinig mogelijk te spelen en op te nemen op PlayStation 4, maar we gaan het zien. Ik ga denk ik gewoon een beetje story doen, een beetje redelijk wat opnames doen en dat gaat misschien wat beginnen nemen. Ik heb er nu al een stuk of 10 klaarstaan, wat als jullie dit zien natuurlijk gaat al lang gedaan zijn. What the fuck? Oh my god. Oh, fishing line. Tot daar nu ook, oké. Oké, we gaan even skaten. We zijn hier nog unavailable, zie je serieus? Ik heb geen idee wat de fuck dat we nu moeten doen eigenlijk, maar oké. Wat fast travel unavailable, what the fuck, kom op. Het is iets waar mij zin in, ik. Assassin's Creed heeft vaak wel loten zeker, ja. 6:55, oké, dat is nu net. We gaan gewoon opnieuw lopen. We gaan het zien, hè. Dus sorry. Als het wel lang duurt, het zijn wel bugs zijn natuurlijk omdat de PlayStation 4 nog is en het is een PlayStation 5 game, maar ja. Niks aan te doen helaas. Maar ja, op PlayStation 5 gaat het allemaal wel weg gaan hopen. Maar Assassin's Creed staat natuurlijk bekend om bugs en zo. Maar sorry als het ook een beetje saaie aflevering is door de loading screens. Ik ga proberen toch mis te doen, we hebben nog geen enkele quest kunnen doen eigenlijk. Dat van Valka werkt niet. Van Sigurd zijn we begonnen, maar dat kunnen we nog niet doen. We hebben nu de letter gekregen, dat is de enige quest dat we kunnen doen eigenlijk. Denk ik. We hebben nog een van de assassins ook, maar daar gaan we nog even mee wachten. Maar beter werken nu, hè. Maar ik vind dat toen zelfs gezegd was zij. Check ons hier staan, man. Eivor. The big giant. Die echo dat je hoort, man, what the fuck? Beter lukt het nu. Natuurlijk niet, maar misschien kunnen we nu deze quest starten. Misschien wel. Alsjeblieft wel. Eivor, I have something to show you. Ja, graag, maar please, laat me je doen. Alliance mod, daar is denk ik. Big to Renvi. Dat is wat we nu doen toch? Oké, het lukt ook niet. Like, what the fuck? We moeten toch iets kunnen doen. Kom op, we moeten iets kunnen doen toch. Wat is dit? Dit is nog de Valka dingen, hè. Kun letterlijk, we moeten hier naartoe fast driven, maar dat lukt niet voor een of andere kutterin. Weet je wat, we gaan gewoon freeroom doen, oké? We gaan gewoon even. Oké, kon ik je nu net opzetten? Ja! Oh my god. Oké, dit is chill. Maar ja, we kunnen dus ook dit niet doen. Het zijn drie quests dat we niet kunnen doen. Drie quests. Wow, oké. Dan gaan we gewoon... wat gaan we doen? Oh, ze staat daar weer. Misschien, heel misschien... Als we het niet laten vallen, kunnen we gewoon doorlopen. We gaan het proberen. Nou, één keer proberen. Dat is het. Dat is kut, want ik had de opname ook niet afsluiten. En nu doen, aangezien dat we... This way. Al een quest aan de stad. Found a fine spot for you at the foot of the hill. Every hour we traveled, I tried to conjure in my mind some vision of this place. Oké, okay. Dus dit is misschien een beetje kut aflevering, maar... And the water, soms is dat er, ja. But I could not foresee so much green. It is a magnificent and calming color. Ik vind het wel belangrijk dat ik alles van de story opneem, dus... Maar ja, we gaan het zien. Valka! Het zijn wel bugs zijn, helaas, man. Godzepo!
What brings you? Hope there isn't a curse on the settlement or some such. The only curse on this place is their great lout of a blacksmith. Okay. It is a rare feeling to travel across the sea and still find yourself at home. This place feels powerful, alive. Do you foresee great things for us? No need for foresight. I feel it in my heart. Want wil niet neerzetten. Misschien is staren. Maar de vorige keer zei ik het ook niet, dus. Maar oh, Rennem is hier nu, hè. Is dat Valka, I see? Ah, oké. Okay, what took you so long to follow? Wanted to ensure the place was up to snuff. We must talk again soon, Rennem. Ze staat hier weer, once I'm settled. Het is daarom dat ze hier staat. And before my arms fall off, what is this I'm carrying? My heaviest reagents, of course. Lead, whalebone, flecks of gold. Put this one to honest work. That is what I like to see. All these people you have brought here. This looked nice. You have built on these. Ik denk dat dit omdat ze staat de plaats. Ze moest maar daar praten, maar om de plaats van die stad van haar. To know that I've built this place and kept these people safe is a gift. You speak first of yourself when I ask this question, which says more than you intend, I think. Ja, zo kunnen kwesten. Salve, Eivor. Ad Meliora. Good day. Okay. And who is that fellow? I have no idea. Well, the town must be bustling. You see there? Your home is just ahead. Tell me about your visions. They are as they have always been. Little has changed, save their clarity. With every return, the things I see feel less like dreams and more like memories. And does the Old Father still appear before you? From time to time, yes. He speaks. Ik heb nog alles aan de breis aan, dan ga ik het zelf doen. Nee, moet dat dus beter kunnen zien, natuurlijk. Die is trouwens geen losse broek. Lekker. It feels mad to say such things aloud. I understand. You can put those just there, thank you. Oké, dat is hier. We are. Lovely, just as you promised. As soon as I am set up here, we can return to the matter of your visions. Valka, please. You are touched, Eivor. A conduit for godly tidings. Please, let me help. I may know a way to clarify these visions. An elixir that may open the door of your mind into the realm of the gods. If you think it would help, I can finish your home myself. Only give me some time. I would be grateful. Thank you, Eivor. Of course. And welcome home. Oké. Dus het goede nieuws is, we hebben een quest gedaan. Dit is dus deel van de quest dat we erin moeten maken. Op skill points, dat is nice. Maar wat ik dus denk dat er is gebeurd, is... Dus ik heb natuurlijk de settlement heel veel geüpgraded nu in buiten de aflevering. En dan wacht met deze missie te doen van Sigurd eigenlijk. Ik denk gewoon dat de tijdlijn een beetje kut is nu. Omdat je deze missie hebt nodig voor de dingen van Sigurd te doen. En ik denk, hoe dat hoort is natuurlijk dat je eerst die missie doet, dan die. En dan uiteindelijk Valk als missie als de settlement is geüpgraded. Maar als je nog het zuid van het eerst hebt geüpgraded, denk dat gewoon niet echt goed klopt en dat... Eerst die quest moest geactiveerd worden voordat zij kon praten met haar. Dus misschien, I don't know. Maar nu gaan we er alles eens mee gaan praten of proberen. En we hebben natuurlijk schilpels aan te zetten. Pardon. Ik heb hier een nieuwe skill tree, denk ik. Assassination damage en stealth. En dit is ability damage, oké. Okay. En dit is... Stilt, het heel veel stilt. Wat ik denk dat ik dit ga doen. En dan dit. Oh nee, wat? Assassination damage, oké. Waarom? Wat is dat? Dus die grote dingen zijn een hele coole. Oké, dat is nice. Advanced assassination. Dat is nice. Ik heb trouwens aangepast in de vorige aflevering, zodat ik elke assassination in één keer haast. Of toch wel, ik heb één grote guy gezien dat dat niet bij werkte, maar ja.
alles gaat goed gewoon. My stable is a bit spared just now, but. Ja, oké, okay, goeie back, alsjeblieft. Goeie quest aan doen. En natuurlijk, het is alles aan de gewend een beetje van mensen. Oh. The fuck is zijn probleem? Maakt mij echt niet uit eigenlijk, maar oké. Okay. Zeg, alsjeblieft dat ik kan praten. Do you have a moment? Ja! As Sigurd has so ordered, it falls to us to expand our presence in England. He wants to forge alliances, ironclad, with every Norse, Dane, and Saxon here. Right. We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have two options just now. Join Sigurd in Leicestershire to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok. Or head south to Grantabridgeshire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Okay. Speak with him and see what he needs. Interessant. Show me the alliance map. I want map. To see okay. The alliance map. Alliance map. Okay. If you want your settlement to thrive in England, your clan must forge alliances. Pledge to a territory to confirm your interest in an alliance. As pledges are completed and allies are made, other territories will be made available. Okay. En nu. Dus, dit is hier dus waar dat de ding is. Hier krijgen we loot van voor onze settlement. En hier joinen we Sigurd voor onze settlement, beter termen. Wat het ding is dus, het staat op dat we, of ja, toch Valka zei dat we Sigurd gingen vragen. Maar ik wil er zo lang mogelijk van wachten, dus we gaan gewoon, kijk, suggested power. 20, dat is wel heel goed. Hè. London is hier, dat is Londen dus. Oké. Okay. We gaan gewoon. Tell me more about Leicestershire. I should like to join Sigurd soon. He traveled to a town called Repton to meet Uba and Ivar Ragnarsson. As I hear it, they are on the verge of exiling the current king of Mercia, with the hope of installing a king of their own. A bold endeavor. I should be there to help, however I can. I think you should. Okay, maar we gaan nog wachten met dat te zeggen. I have changed my mind. What the fuck? I have changed my mind. I should go. Okay, we kunnen nog. Wat het ding is, ik denk dat ik sowieso maar. We gaan even praten met de guy die hack is. Ik wil niet te lang kwesten aan ze daar al een tijdje bezig zijn. De volgende aflevering hou daarop focussen. Maar ik ga sowieso denk ik met de Sons of Ragnar meegaan met Sigurd. Gewoon interessant is omdat ik de serie Vikings heb gezien. En de Sons of Ragnar zijn heel belangrijk en ik wil Sigurd nog niet verraden. Dus we gaan daarvoor gaan, maar we gaan eerst even praten met deze hack guy. What are you doing in here? Eivor, we need your help. Who is we? Sylvie and Ira are in trouble. We went into the woods and there's no time to explain. You need to come with me. Are they all right? No, they're hurt and badly. Take me to them. Ja, ik dacht al, hallo, bitch. Die guy is zo snel. Ik zit te sprinten nu. Where are they? Not far. We need to hurry. Ik heb beter is het geen fucking rotstreek. Oké. What happened? Dit is trouwens een museum. Are they still in danger? Not if we get there soon. Zo is gewoon iets kuts in. Zo is gewoon een fucking prank of zo. Wow, oké. We gaan er net ook wel aan zitten. This way, we're almost there. Ik ben nog nooit deze kant op aan. Een vos. Come on, Eivor. Can't you run any quicker? Knut, you have to tell me what has happened. I can't. You won't understand. Even if I do, just trust me.
Dat is een hut. Kutzooi. Questity. Dat is een fucking prank. You did it! You brought Eivor! Good work, Knut! What is this about? Sorry, Eivor. We had to trick you. But it wasn't my idea. It was Iris. Lying is not a good way to get my attention, children. But we found a dog that needs your help. She's caught in a trap down there. Probeer screenshots te nemen voor de film. We thought you wouldn't come if you knew it was just a dog. Oh, that is not the sound of a dog, Ira. That is a wolf. But a wolf is a kind of dog, yes? My mother told me that. Well, and I'm the wolf. Of course, it's a kind of a dog. Listen to that sound. Pure dog. Eivor, if you won't help us free her, we must do it ourselves. There's no need. Let me see what I can do. Tula. We must help her. She could be starving. Poor her. Call out the next for cactus in the oven. We have to help. Her family probably misses her. Ik heb hier de sleutel, ik weet niet of dat we het nodig hebben of niet, maar ik heb geen zin. Oké, we hebben het nodig. A key to the front door. I must be cautious opening it. Oh, de wolf zit hierin. I'll free that wolf. And pray to Tyr that I needn't slay it in front of the children. The table is set. He never made it home. At least his end came quickly. Dat is een hunter, oké. Misschien kunnen we het houden of zo. These skulls bear teeth marks. The wolf must have helped him take them down. The man liked his trophies. At least he leaves that legacy. Easy. Easy. Look to you. Wait, easy now. Deceived by children and shouting at wolves. I was a warrior once. Okay, where is the wolf? Are you all right? Did you see the wolf? Yes, you freed her. You're amazing, Eivor. But she ran away and didn't even say thank you. She's going back to her family, maybe. Her mom and dad were probably very scared. Or her wolf husband. Maybe her wife. We don't know. But we do know it is time to get you three back to the settlement. Before your parents think you were eaten by wolves. Oh, all right. Chin up, Knut. You were very brave today. All of you. In future, you should not be exploring the city, you understand? But you go off on your own all the time. Because I am very wise, and you have a lot to learn. Yes, but there are three of us. That balances everything. New friend. Stand back! Damn. Are you all right? Dog wolf. De Wolfgar. What? De Wolfgar. It's like dog wolf. No, I don't like that at all. We should name her Mouse. That makes no sense. I think we should call her Chewy because she chews things. What do you think, Eivor? De wolf. Chewie. Sowieso niet maar. We gaan het wolf. We gaan het wolf. De wolf. That has an absurd sound, just like all of this. She's our best friend. We hebben een wolf. Ik bedoel, dat is chill.
Now we need to get home. All five of us. Fine. We only wanted to have an adventure like you, Eivor. And we did! And we got a new friend! Part of adventuring is learning a good lesson. Did you know that? Yes, the boring part. Well, have you children learned anything about wild animals today? What is this? Yes, befriend them at any cost. They are perfect companions and very kind. My mother always told me to avoid wild animals. Shows what she knows. How about we think quietly on what we have learned? Just until we get home? Even wat chat erachter, sowieso. I think she's quite fond of you. I know she is. Okay. You saved her. You saw that? We see everything. Let's not tell your parents, all right? Now scamper off home and take your new friend with you. Nice, okay. We gaan even gaan slaan. Ik ga een aflevering. Wauw, coole hond, bro. Wolf. Oké, we gaan even gaan slaan en dan gaan we het zien. In de volgende aflevering wil ik dus naar Sigurd gaan. Of naar de bezuiker, want ze nog alle twee kunnen ook. Oké. Ik heb een paar screenshots van Bart Tumbles. Oké, maar ik ga de aflevering afsluiten. Ja, de volgende aflevering gaan we naar Sigurd gaan, of naar Björn, de bezuiker. We gaan het zien. Als het is beloofd, kijk naar je tot volgende keer. Later.